Hi, ik ben Jessie. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug op mijn kanaal. En voor als je nieuw bent, welkom bij mij. Deze video is weer in Fleek or Fetch. En dat is al best wel een tijdje geleden dat we die video hebben gedaan. Ik denk de laatste... Ik weet de laatste al niet eens, maar het is best wel een tijdje geleden. Dus ik heb weer een nieuwe Fleek or Fetch voor jullie. E.L.F. is zo lief geweest om deze goodies naar mij toe te sturen. Dus deze ga ik allemaal laten zien in de video. En hier ga ik mijn mening over geven. Ik heb mijn make-up gedaan tot het punt waar we het eerste product gaan gebruiken. En dat is deze. En deze heb ik serieus overal op YouTube al langs zien komen. Jeffree Star, Tati, wie nog meer. Volgens mij gewoon echt iedereen heeft dit blushpalet. En ik was al super benieuwd naar dit blushpalet. Dus... Eindelijk heb ik hem. Zo ziet het doosje eruit en ik heb hem in de kleur light. En ik ben gewoon super benieuwd naar hoe die eruit ziet. En ik hoorde van Tati in ieder geval en van Jeffree Star volgens mij van Jeffree Star. Ik weet het niet zeker. In ieder geval van Tati hoorde ik sowieso dat ze hem in ieder geval helemaal geweldig vindt. Dus ik ben super benieuwd. Hij is kleiner dan ik had gedacht. Als je hem altijd op YouTube video's ziet dan heb je altijd het gevoel dat hij best wel groot is. Maar hij is best wel klein. Dit zijn in ieder geval de 4 kleuren. Girl. Deze kleur roept naar me. Ik ga dan gewoon als eerste beginnen. En ik ga dus dan beginnen met deze kleur. Oké. Hallo pigment. Hallo pigment. Ja. Ook leuk. Ook leuk. Oh my god, wat een pigment heeft die ding. Ik heb hem iets geprobeerd te vervagen. Daardoor is hij een beetje vlekkerig geworden. Maar deze heeft zoveel pigment. Like, wow. Heel weinig dus. Heel weinig. Oh my god. Sinds wanneer kan ik geen blush aanbrengen? In ieder geval, dit is de blush en nu gaan we meteen de volgende proberen, want ik moet deze blush echt iets minder gaan maken. En het is de Kabuki Face Brush. Zo ziet hij eruit en ik heb deze Kabuki Brush van Essence heb ik al en deze heb ik echt al zo lang. Dus ik ben super benieuwd hoe deze is. In ieder geval, deze gebruik ik echt bijna dagelijks, dus het kan geen kwaad om er nog één te hebben. Deze is zacht. Deze is zo zacht. Deze is serieus zo zacht. Ik weet, dat had ik ook met deze. Je moet Kabuki Brush, vind ik, altijd even inwerken. Er moet even wat poeder in zitten. Hij moet wat platter worden, wat steviger worden. Maar dat maakt in principe niet uit. En nu ga ik even gewoon Studio Fix proberen de blush iets minder te maken. Oké, dat is wel beter. Ja. De blush is heel mooi. Hij is wat heel vrouwelijk. Heel girly, vind ik. Ik vind het wel fijn. Deze is wat kleiner. Deze is wat groter. Deze heeft een grotere oppervlakte. En deze is zoveel zachter. Oh my god. Ja, deze vind ik heel fijn. Ik ga meteen even de rest van mijn gezicht afpoederen. Ik vind dat wel fijn om af te poederen met een kabuki brush. En nu de blush wat minder is, vind ik hem wel echt heel mooi. Ik vind het persoonlijk niet heel vervelend dat hij heel gepigmenteerd is. Ik vind het wel fijn. Alleen ik moet wat minder hardhandig gaan doen met de blush. Want ik heb er nogal een handje van om iets te veel aan te brengen. Dus daar moet ik met deze blush wel een beetje mee uitkijken. Maar voor de rest is de blush echt top tot nu toe. Oké, het volgende is deze. En dit is de Shimmer Facial Whip. Hij ziet er zo uit. En hij is in de kleur Lilac Petal. Wat? Lilac Petal. Als je een beetje heel veel al mijn video's kijkt, weet je dat ik helemaal verslaafd ben aan highlighters. En dit is dus een highlighter, alleen het is een soort cream highlighter. En ik zag deze al overal op internet. Hij ziet er zo uit trouwens, het is echt een schattig tubetje. En ik zag deze overal op internet en ik ben super benieuwd. Alleen, moet ik dit nou met een penseel aan gaan brengen? Moet ik dit met mijn vingers aan gaan brengen? Hoe moet ik dit gaan doen? Het is een hele extreme highlight, maar hij is mooi. Oh my god. En jullie weten, als je een beetje mijn video's kijkt, weet je dat ik gewoon heel erg van extreme highlight hou. Nou girl, dit is een extreme highlight. Lijkt hallootjes. Ik ben tot nu toe super tevreden over dit ding. Het is echt zo'n mooie highlighter. Hij is echt extreem. Als je van een extreme highlight houdt zoals ik, girl. Dit is zo'n tubetje van de Basics lijn van E.L.F. of zo. Ze hebben hele goedkope dingen, echt van €1, €2, €1,50. En die zijn allemaal een beetje in het witte thema. Met de witte dopjes en de dingetjes. En die zijn echt super goedkoop. En deze hoort er dus ook bij. Maar girl, die highlight. Dan heb ik dit. En dit is een Smudge Pot. En deze is in de kleur Brownie Points. En dit is volgens mij hetzelfde als een paintpot van Mac. Maar volgens mij heeft deze meer kleur als de paintpot. Want ik weet, ik heb één paintpot maar hoor. Hij ziet er zo uit. Gaat die open. En dan heb je hier de Smudge Pot. Ik wil bijna paintpot zeggen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga hem gewoon over mijn ooglid aanbrengen. En dan ga ik daarna kijken of ik nog oogschaduw nodig heb. Ja of nee. En ik ga het met deze, dit kleine penseeltje van Real Techniques doen. En dit is de Shading Brush. Dus ik ga er gewoon in. Er komt veel pigment af, dus dat is al veelbelovend. Girl. Girl. Hallo. Dit pigment is echt ziek. Dit is echt heftig. Wow. Wauw. Het is ook echt nog een super mooie kleur. Wat ik heb gedaan is, ik heb heel eventjes heel snel een hele basic snelle ooglook gemaakt. Ik heb een beetje een smoky-achtig smoky eye gemaakt. En daarna ben ik nog een keer weer overheen gegaan met de Smudge Pot om de kleur weer iets terug te brengen. Maar ik vind het er echt heel mooi uitzien. En je zag net hoeveel pigment dit ding heeft. Dat is echt ziek hoeveel pigment dit heeft. Ik ben heel benieuwd hoe deze er voor de rest over de dag uit gaat zien. Maar nu gaan we in ieder geval eerst door naar het volgende product. En dat is deze. En dit is een matte lip color in de kleur Mulberry Maven. En dit is volgens mij gewoon zo'n jumbo lip pencil. Volgens mij staan ze zo op de site. Weet ik niet precies. Ik zal het hier beneden trouwens allemaal linken wat het is. En de prijzen erbij. Het is gewoon echt een soort jumbo potlood. Ik ben super benieuwd. De kleur is nogal donker. Dus I'm nervous. Dit is de matte lip color. Ik vind hem wel mooi. Het is niet helemaal mijn kleur. Het is niet een kleur waar ik heel makkelijk naar zou pakken. Dus dat is iets minder. En ik vind het ook niet heel ideaal aanbrengen. Ik hou meer van een iets dunner potloodje. Want hier krijg je je lippen niet heel erg strak mee. Daarom deed ik ook met concealer weer een beetje schoonmaken. En wat wel heel makkelijk is, als je dan eenmaal de lijn goed hebt, kan je hem wel echt super makkelijk, super snel inkleuren. En waarschijnlijk zal bijwerken ook super makkelijk zijn. Want je bent gewoon je lippen even aan het inkleuren. Dus dat zal waarschijnlijk wel super makkelijk zijn. De kleur en de manier waarop vind ik ietsje minder. Maar ik vind het er niet lelijk uitzien. En het smaakt lekker. Heel raar, maar het smaakt best wel lekker. Dus ik heb nog eventjes mascara en wimpers opgedaan. En dan is dit wat ik ervan heb kunnen maken. De lipkleur vind ik niet mooi. Sorry. Ik vind het potloodje zelf wel fijn. Hij brengt wel smooth aan. Ik vind de manier waarop hij aanbrengt niet heel makkelijk. Maar voor de rest wel. Ik ga hem wel zo afhalen, want ik moet zo weg. En ik vind de kleur gewoon echt, ik weet niet. Niet voor wat ik nu ga doen. Dus, Maar voordat ik wegga zal ik nog wel eventjes vertellen wat ik er op dat moment van vind. Dus de lipkleur zal wel ongeveer een uurtje nog op mijn lippen zitten voordat ik het eraf ga halen. Dus kan je zien wat het in een uur doet. In ieder geval, ik ga hem er wel afhalen. Ik vind de kleur gewoon niet heel mooi. En ik vind de kleur gewoon niet echt bij mij passen. Voor de rest ben ik echt over alles positief. Het ziet er ook allemaal wel redelijk goed uit. En die kleur van die kleur. Oh my god. Ja. Dus dan zie ik jullie zo weer. We zijn nu een uurtje verder. En de lippen ga ik dus nu afhalen. Want ik ga zo weg. En wat ik wel heel fijn vind aan de lippen, het droogt een beetje in je lip. Het is wel een mat lipcolor, maar het is niet zeg maar dat hij mat opdroogt en dat hij opdroogt op je lip zoals een liquid lipstick. Maar hij zit wel heel fijn op je lip. Hij voelt heel fijn aan. Hij is nog wel een beetje creamy, dus je kan, dat kan je nog steeds doen. Hij zit dus wel echt heel fijn op de lip. Alleen ik vind de kleur gewoon, sorry, maar ik vind de kleur echt afgrijselijk. Bij mij persoonlijk zelf, vind ik zelf mijn mening. En dat is alleen de kleur. Voor de rest vind ik hem heel fijn. Voor de rest vind ik hem echt heel fijn. Ik ben nu buiten. Ik zit in de auto met Fabienne. En de Smudge Pot zit er nog heel goed op. Die pigment daarvan is nog steeds heel goed. Wat hebben we nog meer? De blush en de highlights zijn wel een beetje opgegeten al door mijn hoofd. Die zijn dan een beetje verdwenen. Die zijn niet meer heel erg aanwezig. En ik heb gewoon vandaag echt een slechte make-up dag. Omdat ik weer de Dior Air Flash Foundation heb gebruikt. En weer vind ik hem niet fijn. En weer vind ik hem gewoon echt... Dus ja, ik zie jullie zo weer. En dan zal ik weer vertellen wat ik ervan vind. Hallo, dit is de final check-in. Dit is de laatste keer dat ik eventjes ga zitten en jullie eventjes mijn eindmening over de producten ga vertellen. En nog eventjes een close-up van mijn gezicht. En ik was helemaal vergeten swatches te maken van eigenlijk alle dingen. Dus ik ga ook nog eventjes snel swatches maken. Dit zijn alle kleurtjes geswatcht. Zoals je ziet, het heeft gewoon heel veel pigment. En ik vind de kleuren wel echt allemaal dat ik denk van... Ja, de enige waarvan ik bijna wel zeker weet dat ik hem nooit ga gebruiken is echt de hele felroze. De allereerste daar, dat is gewoon niet echt een kleur voor mij. En heel misschien die, ja ik weet niet. Misschien heel subtiel een keer, maar in ieder geval dit zijn alle kleuren. Zoals je ziet, ik heb gewoon een hele vette huid. Mijn hele hoofd glimt nu, ik heb ook niet afgepoederd of iets. Maar mijn hoofd eet gewoon make-up op. Zoals je ziet, de blush, hij zit er nog wel, maar hij is nog minimaal. Hij is echt gewoon heel erg opgegeten door mijn gezicht. En dat gebeurt altijd, daar moet ik altijd rekening mee houden. Voor de rest, de blush zag er de hele middag gewoon heel mooi uit. De hele avond, ik ben naar de stad geweest. En het heeft gewoon de hele tijd goed uitgezien. Het heeft de hele tijd mooi uitgezien. Voor de prijs, je krijgt 4 blushes, je krijgt een leuk iets. En de kleuren zijn gewoon heel universeel. Dus dat is sowieso super fijn. Als je gewoon een goede, gepigmenteerde, goedkope blush zoekt, is dit zeker een aanrader. Dan de highlighter. Ik zal hier proberen een swatch van te maken. Ik weet niet hoe goed je deze swatch gaat zien. Het is een soort van swatch hier, maar je hebt het natuurlijk net ook op mijn gezicht gezien. Het is best een heftige glow. Alleen, zoals je ook weer kan zien, mijn gezicht eet het gewoon op. Mijn hele hoofd glimt nu. Voor de rest, het product is echt geweldig. Het geeft zo'n extreme glow. Waar ik dit ook heel snel voor zou gebruiken, is als basis voor een andere highlighter. Dat doe ik wel vaak als ik een highlighter heb die niet heel erg extreem is zoals ik dat zou willen. Zou ik zoiets als dit, een cream highlighter als basis en daar nog de highlighter overheen. Want dan heb je echt zo'n metallic balk en ik hou daarvan. Dus dit is zeker ook een aanrader en hij is echt zo cheap, hij is zo goedkoop. Oh my god. Dan de Smudge Pot in Brownie Points. Deze is echt heel mooi. De kleur, hij is wel iets minder geworden na de tijd, maar alsnog de kleur zit er super mooi op. En ik had niet verwacht dat deze zo goed zou zijn. Ik zag ze iedere keer op de site zag ik ze iedere keer staan en toen dacht ik, en ik zag ze daar langs Instagram, zag ik ze iedere keer langskomen en toen dacht ik, hoe goed kan dit nou echt zijn? Jongens, dit is serieus echt goed. Je hebt gezien, doe ik het net op mijn oogdeed. Er zit zoveel pigment in. En dit is ook weer zo'n goedkoop product dat in principe zo goed is. En gewoon de kleur. Het is, oh, ja, ik ben sowieso van plan om hier alle andere kleuren ook van te gaan bestellen. Want ik ben hier echt zo excited over. Ik vind deze echt helemaal geweldig. Zoals ik ook al had gezegd, ik vind alles in principe aan dit ding fijn. Alleen ik vond de kleur zo lelijk. En ik vind het niet heel fijn dat het een groot potlood is. Want ik kan er, misschien omdat ik pas 1 keer heb gebruikt, zodat ik er niet zo goed mee kan omgaan. Alleen ik kan hier niet zo goed mee omgaan. Ik kan hier mijn lippen niet heel strak mee maken. Ik moet per se met concealer daarna gaan. Misschien dat het gewoon is omdat ik het voor de eerste keer doe. Misschien moet je het ook gewoon aan wennen. Net zoals met eyeliner zetten, dat je gewoon eventjes aan moet wennen. Hoe die aanbrengt op mijn lippen, hoe die aanvoelt op mijn lippen, hoe die gewoon op mijn lippen zit. Hoe de kleur eruit ziet op mijn lippen en alles, zeg maar, hoe die blijft. Dat vind ik echt super fijn. Dus ik wil heel graag de andere kleuren. Ik zag dat ze ook heel veel nude kleuren hadden. Dus die wil ik heel graag proberen van deze. Maar deze kleur vind ik echt... Ik vind dit super veel fijner om je poeder mee aan te brengen dan bijvoorbeeld dit. Dit heb ik een tijdje, heb ik hier mijn poeder mee aangebracht. Maar ik weet niet, dit vind ik fijn omdat je echt poeder erin kan drukken. En gewoon op je gezicht kan drukken. Heel erg veel poeder en dan echt erop drukken. Dat vind ik heel fijn. Ik zoek altijd heel veel dekking. En dit geeft mij veel minder dekking dan dit. En deze is zo zacht. Nu nog, er zit zelfs product op en ik weet dat ik hem niet over mijn hand heen moet doen. Ik ga hem ook schoonmaken, maar deze is zo zacht. Dat was de video. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het was natuurlijk alweer een tijdje geleden dat ik voor het laatst een Fleek or Fetch had gedaan. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vinden dat ik er weer eentje heb gemaakt. Er komt er sowieso nog eentje aan van AliExpress make-up. Ik heb een aantal dingen via AliExpress besteld. Dus daar komt ook nog een video van. Vond je de video leuk? Geef me even een duimpje omhoog. Laat beneden in de comments weten wat jij graag van E.L.F. zou willen proberen. Heb je al dingen van E.L.F. geprobeerd en wat vond je ervan? En heb je toevallig al dingen geprobeerd die ik ook heb getest en wat vond je er wel van? En vind jij deze kleur wel mooi? Ik vond hem niet heel mooi, maar misschien dat jij hem wel heel mooi op mij vindt. Let me know beneden. Ik lees in ieder geval alle comments. Ik vind het super lief en super leuk om al je lieve comments te lezen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei! En nu eindelijk heb ik dan een aantal dingen van Colourpop. En dit zijn alle dingen. En believe me, ik ga nog veel meer van Colourpop bestellen. Want dit is niet genoeg. Dit is niet genoeg. En ik ga beginnen met de 3 liquid lipsticks. Ik